Visser Hermes vormde sloek van plastic ring. Ruim je rotzooi op, luidt de duidelijke Facebookpost van Adam ter Beul. De visser ving in de Saskatchewan rivier in de Canadese provincie Alberta een snoek. De vis was echter misvormd doordat er een plastic ring om zijn lichaam zat. https://www.independent.com/worldnews/endfinally/article 3627851 ISIS/binary/IPANO/3B9C2B3964F4144-99DE39C5858-4 Held. Volgens ter Beul is zijn vangst het levende bewijs van wat er kan gebeuren als niet afbreekbaar afval in het milieu terechtkomt. Hij besloot daarom zijn opmerkelijke vangst op Facebook te posten. Het bericht is sindsdien al tienduizenden keer gedeeld en geliked. Door alle plastic troep in het water gaan onnodig dieren dood, reageert iemand. Weer een ander noemt de visser een regelrechte held. Je hebt het leven van een dier gered en een wereldwijd probleem aangekaart. Spartelen. Het lukte ter Beul om de sloek van de ring te bevrijden, alvorens hij het dier terug deed in het water. Hij zegt niet te begrijpen waarom mensen zoiets kleins als afsluitringetjes weggooien. Het past probleemloos in je tas of jaszak. De misvormde sloek leek volgens ter Beul weinig last te hebben van de opvallende vergroeiing. Toen ik de vis ving, spartelde hij op de gebruikelijke wijze tegen.